Het telecommunicatiebedrijf Telesuur is sinds vorig jaar juni gestart met het Telesuur Nationaal Breedbandproject, TNBP. Tijdens dit project worden klanten die aangesloten zijn op het oude kopernetwerk overgenomen op het glasvezelnetwerk. Het kustgebied van Suriname wordt hierbij voorzien van beide tijdse infrastructuur en toekomstgericht netwerk waarop innovatieve e-services mogelijk zijn voor particulieren en bedrijven. We zijn nu op de hoek van de Wilhelminastraat en de Benjaminstraat op Noord, waar we bezig zijn met een migratie van kopernetwerk naar het glasvezelnetwerk. Telesuur is een jaar terug gestart met het Telesuur Nationaal Breedbandproject. Wat dat inhoudt is dat we eigenlijk ons netwerk vernieuwen en upgraden. We willen hogere bandbreedtes kunnen leveren en met het bestaande netwerk is dat niet meer mogelijk. De rek zit er echt in. Dus gaan we nu upgraden en dat wil zeggen dat we bestaande klanten overnemen op het glasvezelnetwerk en in wijken waar er nog geen aansluitmogelijkheden zijn, gaan we glasvezel plaatsen. De bedoeling is inderdaad dat de experience van de klanten gaat verbeteren. Wat we de laatste tijd gemerkt hebben is dat de kwaliteit van videomateriaal, YouTube-beelden, etc. dat neemt allemaal toe. Maar kwaliteitsverbetering van beeldmateriaal wil zeggen dat die files ook zwaarder zijn. Dus daarvoor heb je dan een grotere bandbreedte nodig, een ruimere verbinding. Waar je vroeger een 2 MB had, moet je nu naar een 5, een 10 en hoger. En daardoor hebben klanten vaak de ervaring dat zaken traag gaan, dat de internetverbinding traag is. Het is gewoon dat de internetverbinding niet meer toereikend is voor die grotere pakketten, die grotere files die moeten komen. Dus moeten we gaan upgraden, we moeten hogere bandbreedtes kunnen leveren. En met het bestaande netwerk, dat kon dan niet meer. Dus hebben we nu geïnvesteerd in het glasvezelnetwerk, het Telesuur Nationaal Breedbandproject, zodat wij die klanten die hogere bandbreedtes kunnen geven. We hebben al klanten in Noord en West overgenomen. We gaan naar richting Zuid en Centrum, waar we nu mee bezig zijn. En er zijn een heel groot aantal klanten die reeds van die hogere bandbreedtes gebruik kunnen maken. Om het zaakje zo snel als mogelijk te kunnen implementeren, hebben we er niet voor gekozen om die glasvezelverbinding in de grond te zetten. Dus niet te graven, omdat dat langer duurt en zeker 3 maal duurder is. We hebben een samenwerking met de EBS, waarbij we dan de glasvezel aan de EBS palen hangen, waardoor we sneller die resultaten kunnen bereiken. En dan wordt het dan in zo'n kast aan de zijkant van de straat geplaatst. En ik wil dan gelijk van deze gelegenheid gebruik maken in het kader van Verkeersveiligheidsmaand, om de weggebruikers ook te vragen heel extra alert te zijn en op hun snelheid te letten. Ook omdat als ze zo'n kast aanrijden of een elektriciteitsmast aanrijden, dat het heel veel ongerief voor de buurt brengt. Weet u? En we willen inderdaad dat de klanten die goede service blijven hebben, maar dat is ook mede afhankelijk van de weggebruiker.